Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 28 mei zondagochtend. Vannacht trokken er flink wat buien over het oostelijk deel van het land richting Duitsland. Op de satellietfoto zien we ook die dikkere bewolking nu boven Duitsland liggen. En boven Nederland is er wel wat bewolking aanwezig, maar zijn er inmiddels ook alweer flinke zonnige perioden. Verder ook boven België duidelijk te zien wat dikkere bewolking. En ook dat zijn een aantal buien. Laten we dat radenbeeld er maar eens bij gaan pakken. En dan zien we vannacht die buien over het oosten van het land trekken richting Duitsland. En boven België liggen nog wat buien en die trekken nu langzaam richting het zuiden van Nederland. En Brabant en Limburg moeten dan ook rekening mee houden... dat daar vanochtend hier en daar nog wel even een bui kan vallen... met ook de kans op een klap onweer erbij. Ja, en verder zijn er ook gewoon weer zonnige perioden. Het wordt niet zo strak blauw als gisteren... en het wordt ook niet zo warm als gisteren... toen het lokaal meer dan 33 graden werd. Vanmiddag wordt het zo'n 23 graden in Noord-Holland tot lokaal 29 graden in Limburg. Misschien als het daar wat breder opklaart dat het nog net 30 graden kan worden. In de lopende middag kan er wel weer verspreid een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. De wind die waait uit een westelijke richting draait naar het noordwesten in de middag. En dan is er duidelijk wat afkoeling te merken aan de stranden. Vanavond en vannacht kan er ook lokaal nog wel een bui vallen. Ook is er dan weer kans op onweer. En de temperatuur die daalt naar zo'n 16 tot 18 graden. Er zijn wat wolkenvelden aanwezig. En de wind die gaat geleidelijk aan draaien naar een meer zuidoostelijke richting. En dat betekent dat morgen de warmte weer terugkomt. En dan wordt het op veel plaatsen gewoon weer tropisch warm. Met temperaturen die oplopen naar zo'n 30 tot 33 graden. Alleen langs de kust blijft het ietsje frisser. Met een graad of 27. En dan is fris natuurlijk niet het juiste woord. In de middag draait de wind naar het westen en dan komt er duidelijk weer afkoeling vanaf de zee. Dan wordt de lucht ook erg onstabiel en kunnen er diverse onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ik denk dat er in de middag lokaal een bui kan vallen en in de avond en ook in de nacht dan trekken er meer buien van west naar oost over het land. En dat zijn stevige onweersbuien met kans ook op hagel en lokaal kan flink wat water vallen in korte tijd. En dan vanaf dinsdag, ja, dan is de warmte eigenlijk verdreven. Dinsdag wordt het dan maximaal 19 tot 24 graden. Er valt lokaal nog een enkele bui en soms breekt de zon door. Op woensdag en donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan zien we ook weer dat de temperatuur gaat stijgen. Donderdag waarschijnlijk in het zuiden van het land alweer boven de 25 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zondag.